Dit zijn de benen van Abel Tamata. Geheel fitte benen, want Tamata is hersteld van een enkel blessure die hij 4 weken geleden opliep tegen FC Twente. Tamata speelde afgelopen dinsdag weer 60 minuten met Jong FC Groningen. Het ging goed. Ik voel me wel fit, wedstrijd fit. Ik blijf natuurlijk wel hard trainen, hard werken om optimaal te worden. Maar ik ben zeker fit. Tamata raakte op 12 augustus geblesseerd aan zijn linker enkel tijdens de thuiswedstrijd tegen FC Twente. Het is een lange bal en ik ging een kopduel aan en de tegenstander landde eerder dan ik. Dus ik kwam eigenlijk, ik haakte achter zijn hak, waardoor ik mijn dubbele enkel neerkwam op de grond. Zeg maar. En we zagen dat je meteen vreselijk pijn had. Ja. En wist je ook meteen van, dit zit niet goed? Ja, ik voelde gelijk dat het sowieso iets wel beschadigd was, zeg maar. Ja, hoe ernstig iets is, dat weet je natuurlijk nooit, maar ik voelde wel dat het een serieuze enkelverzwikking was. Al snel was duidelijk dat Tamata zeker 4 weken nodig zou zijn om te herstellen. 4 weken niet kunnen spelen is voor een voetballer altijd vervelend. Ja, zoals ik zei, ik had het wel verwacht, want ik voelde al gelijk dat er iets mis was, zeg maar. Op dat moment zelf, ja, dat was ik er wel kapot van, zeg maar. Je werkt zo hard in de voorbereiding om fit te worden. Ja. En dan, je weet gewoon als je dan een serieus blessure hebt, dat je dan conditioneel gewoon achteruit gaat. Dat het gewoon heel hard werken wordt om weer op niveau te komen. Ja, je bent nieuw bij FC Groningen. Je verovert een basisplaats, zo zag het eruit. Je speelt tegen PSV, Johan Cruijffschaal, tegen Twente. En dan raak je geblesseerd. Ja. Ik neem aan dat het dan wel dubbel hard aankomt. Voor mij was het vooral het gevoel dat ik fit was, zeg maar. En ja, je steekt er gewoon veel energie in. En ja, dus, voetbal is je passie in je leven. En als je dan eindelijk speelt, zeg maar, de competitie is begonnen. En je bent fit en je voelt gewoon dat je iets aan het opbouwen bent met het team. Ja. Als groep zijn is het gewoon zonde als je dan buiten de groep moet. Maar de enkel is weer hersteld, dus Tamata sluit weer aan bij de groep. Deze voeten zijn vanaf nu dus weer terug te zien op het voetbalveld.